moeder is heel muzikaal. Ze heeft ons wel altijd in muziek ondergedompeld. Dus ik werd al vroeg meegenomen naar orkesten en concerten. Volgens mij was het in Vredenburg bij een concert van een symfonieorkest zat. En ik zag zo die 5 of 6 glimmende hoorns zitten daar. En dat trok direct mijn aandacht. Dus toen was ik 7, toen besloot ik dat ik dat wilde. Ik zat wat dat betreft wel in die klassieke traditie, romantische muziek. Maar ik was ook altijd liedjes aan het spelen die ik hoorde en veel muziek aan het naspelen. En als ik iets moest spelen van blad, dan veranderde ik altijd zodat ik het leuker vond voor mezelf. Toen ik een jaar of 13, 14 was, ontdekte ik dat er zoiets was als jazzmuziek en dat ik dat daar kon doen. Weet je wel? Dat je dan een liedje kan spelen en volledig je eigen keuzes maken. Het is heel zeldzaam dat hornisten improviseren. De meeste hornisten zitten echt best wel stevig in die klassieke traditie. Ik heb een paar voorgangers. Ik heb ook bij een daarvan gestudeerd, John Clark, in New York. Maar er was niemand waarvan ik zei, precies zo wil ik ook spelen. Dus het voordeel is dat ik daardoor ook vrijer ben in mijn keuzes. Dat ik zelf mijn eigen idioom kan maken. Die effectpedalen, daar ben ik in Kapok mee begonnen. Ik had geen mogelijkheid om meer dan 1 noot te spelen, want ik speel hoorn. Dus toen ging ik op zoek naar een manier om een noot te laten liggen en er een andere noot overheen te kunnen spelen. En toen kwam ik uit bij een pedaal van Electro-Harmonix, Freeze pedaal. En dat was heel bevrijdend, want het bevrijdt je van de limitaties waar je in zit met je instrument. Dus vanaf daar is het steeds maar weer gegroeid. Nu, ja, ik heb nu een hele bak met effecten. Zeker in deze muziek die we nu maken met dimlicht is dat ook heel effectief. Dan kan ik een soort regen van noten in één keer laten vallen. De lijst muzikanten die deze opdracht hebben gekregen, dat is gewoon een flinke lijst, een hele mooie lijst. Maar ik vind het super om daar ook iets aan toe te voegen dit jaar. Het is een grote eer. Voor mij gaat die muziek heel erg over sfeer, over kleuren. Het gaat heel erg over ruimte voor mij ook. Dus ik heb een aantal stukken geschreven waarin er heel weinig melodie is. Er is wel even melodie, maar dan is er volgens 8 maten niks. En dan komt er misschien weer een stukje en dan weer niet. En ondertussen blijft het maar groeien en doorontwikkelen. Wat ik nu doe, dat ik dat jazz kan noemen, ik weet het niet. Ik heb het idee dat voor de generatie nu, dat het steeds minder uitmaakt. En dat je steeds vrijer bent in het maken van keuzes. En als je iets uit een ander hokje wil pakken, dan doe je dat. En dan ga je niet denken, is het wel jazz? Of mag dit wel? Ik denk dat de termen waarmee we nog steeds werken, jazz, klassieke muziek, popmuziek, allemaal aan het vervagen zijn en allemaal steeds minder relevant worden. Als je heel precies kijkt naar iets, dan kom je er altijd achter dat er nog veel meer is dan je eerst had gezien. En als je daar dan weer naar gaat kijken, dan merk je ook nog dat daarachter weer hele werelden zitten. En dat gevoel heb ik altijd wel bij muziek. Daarom ben ik ook heel dankbaar dat ik dit vak heb. En ik hoop dat het ook nooit ophoudt.